Hey boys, ik heb net een nieuwe video over jullie Call of Duty Infinite Warfare. Team Deathmatch. En even destroy equipment. Dat was niet mijn bedoeling. En ik wil eigenlijk veel meer destroy dan dat. En er komt iemand hier ergens. Als die niet pushy is hoor. Ik ben weg. Had ik al sowieso al niet ongestraft moeten kunnen killen, dus zeg, let's go. Ja, dankjewel. Nu kijk mij gaan. Oh, jij bent echt slecht. Doei. Dan moet ik even rustig doen. Ik kom namelijk hier aan. Fucking head glitch. Nou, hij wordt gekild. Nou wil ik graag weg zijn hier. Please. Oké, rustig. We komen namelijk misschien hier. Misschien krijg ik mijn scorches gebruiken. Oké. Nou wil ik graag naar binnen toe. Ik ben aardig bij ammo ook nog eens bijna. Damn it, too ver! Ik had zo graag mijn scorestick willen halen. Ik was onverstandig met de ammo. Hier kunnen nog meer mensen zitten, nee. Er is hier iemand achter me dood, dat is een probleem. Nou, niet een heel groot probleem. Ik probeer het slim te spelen, jongens, en ik moet wel raak schieten. Dikke. Ja, slim spelen doe ik wel, nu nog raak schieten. Hier gaat iemand dood. Springt zo meteen op mijn rug. I can't tell you that much. Ik weet niet waar die gebleven is, maar er gaan allerlei mensen dood hier, dus. Bye. Nog meer mensen? Oké, okay, maar hier, want dit is de way to open. Ja, ik wist het. Ik wist dat ze in mijn rug zouden komen. Is leuk, maar ja. Je moet ook nog zorgen dat, het dan, dat je er dan mee kunt dealen. Dat is eigenlijk de deal, hè. Wat dan, jongens? Iemand? Ik heb mijn streak. Ik heb mijn claw, baby. Ja, die, achter die headless, dat moet je echt nooit doen. Laat me toch weer tot verleiden. Dang, ze staan er allemaal. Oké. Komt jongens. Hup. Jammer dat ik nog niet raak kan schieten. Op zich zijn mijn tactics goed. Maar mijn eerste twee, drie kogels zijn mis. En dat kilt je. Dat nekt je. Kilt je letterlijk. Ja. Oh. Erased. Die had ik niet eens zien staan. Die staat er achter die atleet. Gezellig. Ik weet niet wie er wat gooide, maar het is niet zo goed te doen. Oh, dat had ik graag. Ik had gewoon door moeten hipfiren. Dat is jammer hoor. Dat had ik heel graag willen hebben. En nog mensen hier? Voor de open fire, maar ik wist niet helemaal zeker. Ik concentreerde me op de hoeken die belangrijk voor me waren. Oh. Wat was dit? Ah, oké. Nou is het een kwestie van na blijven denken. Je niet laten intimideren door shit. Ah, come on, jongens. Oké. Okay.
Kijken hoe het hier gaat. En dat hij wel wat hulp kan gebruiken. Oké. Okay. Weet dat daar iemand zit? Ik weet niet of ze hem gaan onderscheppen. Ja, dus dat doen ze wel. Ik kan dus nu in mijn rug komen. Better watch out. Ja, je kunt er niet blijven staan, man. Je kunt daar niet blijven staan, dus je moet iets. Dus it's a risky move. Oh. ik had gehoopt dat mijn grenade zou killen. Payload not ready. Mijn payload ready was, maar blijkbaar niet. Not ready? Oké. Okay. Defeat. Come on. Ik ben de enige die positief is gegaan. In, nou nee, 11-9 is ook positief. Maar voor de rest, Nou, ik vond niet dat ik slecht had gedaan. Maar we hebben wel verloren, dus dat was jammer. Maar er komt nog een potje achteraan, jongens. Potje nummer 2. In de seconds. En boys, we zijn terug met het tweede potje Call of Duty Advanced Warfare. Advanced Warfare? No. Infinite Warfare. En ik pak meteen het maandag weer, maar ik wil eigenlijk een keer weer gaan spelen met de K-Par. Lang geleden, dat ding hebben we een beetje afgedaan. Na de beta of zo. Ik heb gewoon gehoord dat die best wel goed is, dus why not? Ah, dat is de eerste kill. Kan er iemand naar buiten om, ja? Ik heb geen grenades. Wie is achter me? Oké. Dit had iets leuks in gezeten, maar helaas. Dat al lang weg moeten zijn daar, dus het was ook mijn verdiende loon, mijn verdiende straf. Oké, gaan we in mijn rug komen. Leuk. Quite interesting. Oh, ik heb ze ook nog. Oei. Dat had slechter af kunnen lopen, laat ik het zo zeggen. Oké, wel jongens. Pas wel bij mij op zich. Even reloaden. Als ik hem zo. Als ik hem niet zien op de rug nog. Oké. Nu wel. Kan ze wel in de rug komen. Ik heb deze, Max. Of niet? Dat is wel nice. Ik weet even niet waar ze zijn, dat is niet zo nice. Doe maar, ga lekker voorstaan, waardoor ik niks kan zien, hè? Voor iemand, maar dat was een vriend van mij volgens mij. Ga jij het regelen? Oké. Er komen hier aan, dus er komen er veel. Wacht even, jongen. Oké. Okay. Komen nu weer achter ons. Oké. Okay. I'm out. Oh god. Dit gaat zo fout. Ja, ik hoorde iemand achter me namelijk. Dit gaat zo fout. Even achter, even aan de zijkant. Zit hier namelijk ook. Oké, jongens, save me.
Tegen wie? Ik loop jullie in de rug. Altijd leuk, die klauw. Dan kun je wel wat, wat mee breken, hè? Als het iemand. Even ophalen. Daar ga ik niet achteraan rennen, kan ik je melden. Zit wel hier. Kom jongens. Flinke weerlast, denk je maar. Ik dacht, ik kan hem nog wel weer opzetten. Nou oké, okay, rustig aan, want hier komt het herklitsje. Hij kan wel goed schieten. Hij kan tell you that much. Midden hier is zo irritant, jongen. Dat is niet, niet te controleren. Daar nog iemand dus, oké. Okay. Waarom allemaal assist, jongens? I don't like it. Hi. At least, thank you. Oké. Okay. En hoe ik nu met mijn ammo zit om te... Jongens. Ah, fuck mij ook mee, echt serieus. Ik denk, kijk, piek er even langs. No. Hier daar. Ja, dus. Oh! Had ik één kogeltje meer nodig, jongens, maar verder lekker. Gewoon hier alleen gaan. Oh, je bent geoond. Dat doet gewoon pijn, hè? Ben ik geoond, goed. Kom je helpen. Are you gonna die, my friend? Oh, you're not. Maar jij gaat wel hier dood, want ze komen hier dan meteen in de rug. I'm scared. Nou, dat was lekker mis. Behoorlijk mis. Raak ziet, dat is wel de bedoeling, jongens. Oké. Komt ie, jongens, met me klaar. Kom op. Run. Oké. Oké. Pak mijn wapen er weer bij, want het gaat anders niet goed. Even kijken, jongens. Oh, Warden, lekker. Ja, ik wou net zeggen, ik durf niet te zeggen waar ze nou komen. Oké. Oké, gewoon slim proberen uit te spelen. Die K-bar is dus wel super relaxed, jongens. Ik wil niet vervelend doen, of de enemy is gewoon heel slecht. En ik ben ook wel focus, klopt. En hier moet ik namelijk zijn. Oh, dat wordt allemaal al uitgemoord hier, jongens. Je wordt niet uitgenodigd voor het feestje, kom op. Kan toch niet? Hier komt het. Okay. Ja, doei. Ik ga hier wel even kijken, want het gaat hier zo meteen mis. Ik hoop niet dat hij achter me aan gaat gaan. Ik denk het namelijk wel. Victory, yeah! Komt hij achter me aan? Nee, hij kwam niet achter me aan. Ah, ik dacht een goede score, jongens. 33-9. Daar kan je toch niet pittig om zijn. Ik ben er in ieder geval blij mee.
potje 2 is eigenlijk beter gegaan dan potje 1. Ik hoop dat jullie nog zien, want ik heb wel het idee dat een hoop mensen na een paar minuten toch de video weer dichtklikken. Maar als je hem ziet, laten we in de comments achter. Ik heb deel 2 ook gezien en hij was awesome. Duimpje op en delen misschien de video zou fijn zijn. En dan spreken we snel weer. Bye bye.